Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe weg naar rijkdom. Mijn reis naar een gezond, financieel vrij en gelukkig leven. En heb je wel eens nagedacht dat als jij dingen vaker herhaalt, positief of negatief, dat je dan beter in wordt? Dus een zak chips leeg eten tot de laatste kruimel. Ja, dat is een skill die misschien niet zo goed is voor je gezondheid. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die wel bijdragen. En voor mij voelde het eigenlijk een beetje gewoon, want ik doe bepaalde dingen eigenlijk elke dag heel consequent. En dan wordt het eigenlijk een gewoonte. En dat is natuurlijk heel fijn als het je helpt om gezond, gelukkig of aan je financiën te bouwen. Maar er zijn ook dingen die je misschien liever niet hebt. Maar laten we eens vanuit de positieve kijken. En kijken hoe we dit kunnen toepassen. En het leuke is, ik zat in de auto en ik had dat gesprek en iemand zei, oh, doe je dat zo? Ja, ik had er eigenlijk niet over nagedacht dat gewoonten ook positief kunnen zijn. Want vanuit NLP leren we, ja, je slechte gewoontes doorbreken, heb je allemaal mooie technieken. Je hebt van Joseph bekende, bijvoorbeeld de stoptechniek, die heb ik eerder uitgelegd, hè, volgens mij in aflevering 2 of 3. Van dit jaar, dus vraag me alsjeblieft niet om aflevering nummer zo uit mijn hoofd, maar mocht je hem niet kunnen vinden, stuur even een berichtje en dan ga ik even het nummer voor je opzoeken. Maar de stoptechniek, dus plat gezegd, ga naar het gevoel toe, onderbreek het gevoel en ga naar een positief gevoel toe, zodat je eigenlijk als het ware, zodra je dat patroon ingaat, een andere afslag leert te nemen. Nou, dat zijn eigenlijk bepaalde NLP-technieken die je kan toepassen om slechte gewoontes te doorbreken. Hè? Dus bepaalde craving, ik ben moe en ik ga zitten eten. Oké, wat zou je wel willen? Hè? Dus stel dat je daar een probleem hebt, ik wil niet meer gaan zitten snaaien s'avonds, en dan een chocoladereep zitten wegkanen. Wat zou je wel willen doen? En vaak zitten er combinaties in. Hè? Dus ik ben moe, ga tv kijken. En dan ga ik even, dan uit verveling ga ik iets zitten eten en dan pak ik iets. En uit verveling eet ik gewoon door. En dan denk ik, daardoor slaap ik slechter. Want ja, ik heb dan bijvoorbeeld heel suikerrijk gegeten net voor het slapen gaan. En dan ben ik vroeg wakker en dan word ik moe wakker en dan ben ik s'avonds weer moe. Hey, patroon. Dan ga ik weer zitten naaien. En de kouprijs schiet door het dak. Dus die chocoladereep wordt duurder. Ja, sorry, mocht je het nog niet gehoord hebben, als je een chocoladefriek bent, kan je beter even goed cacaoprijs in de gaten houden. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je chocoladereep een heel slok duurder gaat worden. Maar dat is even de side note. Ja, kunnen we uren over hebben. Maar je kan ook positieve habits hebben. En daar wil ik eigenlijk even op focussen. En ik vind eigenlijk het concept van micro-habits wel interessant. Dus hoe zorg je nou dat een habit sticks? How do you get it sticky? He, dus dat je het eigenlijk makkelijk elke dag doet. En laat ik dan beginnen gewoon met een voorbeeld. Ik vond het concept van koud afdouchen vond ik heel interessant. Dus Wim Hof gelezen. Als ik heel kort moet douchen, dan moet ik gewoon de douche koud zetten. En dan doe ik tandpoetsdingen. Dan ben ik echt in 5 minuten ben ik echt wel onderuit. Want dan ben ik er gewoon klaar mee. Ik vind het ook wel lekker om gewoon warm te douchen. Dus Wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk mijn ritueel. Hè, 's ochtends douche ik altijd. Dan moet ik tanden poetsen en dingen. Even mijn mond spoelen. Even wassen. En wat ik daarna doe is, voordat ik de douche uitga, draai ik de douche helemaal koud. En doe ik wat een beetje rekken en strekken. En dan zoek ik de douche uit. Natuurlijk de douche uitzetten en dan de douche uit. Daar heb ik eigenlijk een soort micro-habit van gemaakt. Dus wat ik nu doe is, ik ga douchen. En eigenlijk als ik uitstap, het moment voordat ik uitstap, draai ik dus de douche helemaal naar koud. En blijf ik gewoon even onder die douche staan. En doe ik dus wat rek-en-strek oefeningen. Ik heb dus eigenlijk het koud douchen plus het rekken en strekken. Dan moet je natuurlijk wel ruimte voor in de douche hebben. Want ik heb wel eens vakantiehuisjes, dan kan dat gewoon niet. Maar daar heb ik dus allemaal gecombineerd. Maar nu doe ik dus elke dag. En wat het voordeel is, wat ik wel eens zie is, bijvoorbeeld dan is Lisa wel eens verkouden. En die kwakkelt dan. En dan lijkt het of ik eigenlijk een paar dagen gewoon niet tot nauwelijks last van heb. Of minder last van heb. Dat ik er best wel
minder lang ziek ben. En dat doet koud afdouchen natuurlijk heel goed voor je immuunsysteem, activeert het allemaal. En dat is natuurlijk een leuke bijkomstigheid. En dat, ik merk dus dat ik, als je, je bent al ziek, maar echt, echt een week beroerd ben ik eigenlijk de afgelopen 2, 3 jaar niet echt geweest. Ook met corona en alles erdoorheen. Weet je, terwijl, ja, het ligt alleen aan het koud afdouchen misschien. Maar ik zie het in ieder geval, het geeft in ieder geval een boost van energie, je wordt echt gewoon wakker. Ik vind ook altijd, als ik gewielrend heb of zo, dan is het ook altijd even lekker, gewoon echt een koude douche, dan ben je gewoon echt gewoon meteen weer wakker. Als het een beetje koud buiten is, dan voelt het ook gewoon als een warme douche, dus dat is ook leuke dingen. Maar dat is dus eigenlijk zo'n positieve habit. En dan heb ik eigenlijk nog één, en dat is als ik in bed ga liggen. Dan ga ik eerst focussen op mijn ademhaling. Dus de adem een paar keer diep in, diep uit, diep in, diep uit. En wat ik dus merk, en dan probeer ik even connection te maken met mijn hoofd, mijn hart en mijn buik. En dus een hele diepe ademhaling. En dan even verbinding maken naar je hart, even verbinding maken, even naar je buik, verbinding maken. Nou, wat je vaker doet, word je beter in. En wat ik dus merk, is dat dat mij heel veel rust geeft. En dat komt dus voordat ik dus gewoon naar bed ga. En dus eigenlijk daarna al bijna een beetje zo afsukkel, ademhalen. En dat is ook een trigger voor mijn lichaam om te zeggen, nou nu is het genoeg, de dag is voorbij, ga slapen. Wat ik eigenlijk doe als ik niet meteen in slaap kukkel, als ik dus 3 keer ademhaal, is dus even beginnen aan het begin van de dag. En dan gewoon stil te staan bij alle momentjes van de dag. En eigenlijk ook even gewoon dankbaar te zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld even tijd gehad voor mezelf, even lekker een boekje gelezen. Nog een momentje samen met de kinderen. Er was vanochtend toevallig diamond painten. En daar is Jens tegenwoordig helemaal gek van. En dan samen even op pad. Nu de tijd om de dag werken. Afronden. Podcast opnemen. Tak, 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 tak. Hey, dat is dan. En dan loop ik even de dag door. En dan zeg ik eigenlijk tegen mezelf, stel ik een intentie, want ik wil fijn gaan slapen en soms ook nog wat anders, weet je wel. Dus je kan voor het slapen gaan jezelf een vraag stellen, kan best soms wel helpen, want je onderbewustzijn neemt zo'n vraag altijd wel mee. Hè? Nou, het is een soort van achtergrondproces waar je waar soms wat uitkomt en soms niet. En dan denk je, wat ik ook nog wel eens doe is van Thinking Grow is die mastermind idee. Dus dan maak je eigenlijk connectie via het universum met een paar idolen of mensen en dan kan je daar een vraag neerleggen. En wat ik altijd wel grappig vind is dat je, ja, vaak weet je het antwoord al, maar dan in zo'n moment krijg je soms het antwoord wat bewuster naar voren. Dus dan, ik vind het altijd wel interessant en wat je vaak oefent, word je steeds beter in. Dus dat zijn eigenlijk 2 habits die ik elke dag doe. Probeer te doen. Maar het helpt me dus mijn dag goed te starten, maar ook mijn dag rustig af te sluiten. En ik merk dat ik soms best wel druk ben. En als je dan druk in je hoofd bent, dan zie je al, dan is het soms moeilijk om even te focussen. Maar juist even die beginnen met ademhalen, beginnen met rust in bed, helpt mij ook om weer snel naar die rust toe te gaan. En in slaap te kunnen vallen. En hoe heerlijk is het als je gewoon lekker in slaap kan vallen. Want heel random verhaal misschien, maar goed slapen begint aan het begin van je dag. Slecht slapen, dat is dus eigenlijk een combinatie van factoren. Stress, de dag niet los kunnen laten. Inactiviteit, dus niet jezelf activeren. Je moet een bepaalde, jezelf activeren om in de slaappatroon te komen. Maar goed, dat is een ander verhaal van een andere keer. En dan moet ik even nog wat research doen, want zo, ik weet dat het begint aan het begin van de dag. Maar hoe dat precies zit, dat heb ik alleen lang, lang, lang geleden in een podcast gehoord. Wat super interessant is trouwens. Maar goed, dus positieve habits. Maar hoe creëer je dan nou, dus ik geef nu 2 voorbeelden, maar hoe creëer je nou je positieve habit? En daarom zei ik, micro habits vind ik heel, heel interessant. Atomic habits heeft volgens mij hetzelfde concept daarin. Wat je doet is, je pakt een moment, een activiteit in de dag die je uitvoert. En daar hang je dan een andere activiteit aan vast. Bijvoorbeeld je tanden poetsen. Je tanden poetsen,
En op het moment dat jij, hè, stel je staat voor een spiegel te tandenpoetsen, 2 minuten. En je neemt die 2 minuten naast dat je tanden aan het poetsen bent, neem je de tijd om in jezelf aan te kijken en liefde voor jezelf te voelen. En doordat je het combineert, wordt het makkelijker. Want je hebt een trigger. Hè, als mijn collega's me nu horen, ben ik ook alweer met zo'n trigger. Maar je hebt een trigger. Iets wat zorgt dat het proces gaat lopen. He, dus je habit. Die heb je nodig. En als je dus ergens aan vastplakt, dan lukt het. He, dus ik heb ook een 6-minute diary. En s'avonds vergeet ik eigenlijk bijna altijd erin te schrijven. Waarom? Ik heb geen goede trigger s'avonds. Een vaste trigger. Iets wat ik vast doe om te gaan schrijven. Dus als je, ja, ochtends schrijf ik altijd makkelijk. Dat is gewoon opstaan, boekje schrijven. Een dag beginnen. Dus ik begin eigenlijk altijd met boekjes schrijven. Dus daar heb ik wel een vast punt. Maar 's avonds vergeet ik het heel vaak. En dat kan je in oefenen. Dus dan moet je, dus stel dat ik 's avonds dat boekje wat meer wil schrijven. Dan zou ik dus een trigger moeten doen. Ja, wat zou een goede trigger kunnen zijn? De lamp uitzetten. En een boekje pakken, mee naar boven nemen om erin te schrijven. Maar ja, dan ligt het boekje weer boven, dus dan zou ik waarschijnlijk weer 's ochtends. Dus dan moet je echt even over nadenken. Maar dit is dus een moeilijke omdat je 2 momenten hebt waar je iets wil doen. Maar stel dat je zegt, ik wil 's ochtends beginnen met journalen. Zorg dan dat je een trigger hebt, bijvoorbeeld opstaan. Ik pak een glas water en terwijl ik het water drink, zie ik het boekje liggen. Pak ik het boekje. Ga ik erin schrijven op een plek die ik fijn vind en leg ik het boekje weer terug op de plek dingen. Dat is structuur, dat is help je. Hè? Dus structuren help je. Want je hebt dus die kleine actie, die kan je dus steeds een beetje groeien. Hè? Dus vaak als je een bepaald patroon zit, en, hè, bijvoorbeeld als je Miracle Morning gaat doen, hè, dat 5 uur opstaan en dan doe je dit, dan doe je dat, dan doe je zus, dan doe je zo, dat, dat, dat. Als je dat eenmaal in dat patroon zit, dan wordt het steeds makkelijker om te doen. Als je dat patroon weer doorbreekt en doet het tijdje niet, dan is het weer moeilijker om op te starten. Dus je wil eigenlijk stappen hebben, de belangrijkste dingen in de dag hebben die jou helpen. Je wil vastkoppelen aan dingen die je eigenlijk standaard doet. En waarom wil je dit, hè? Want stel dat je zegt, ja, maar ik zit nu zo lekkere energie en het is een goede vibe en ik heb het eigenlijk niet nodig. Je doet dit voor de momenten dat je afglijdt en denkt, nou heb ik er echt genoeg van gehad. En dan zijn die kleine habits, die micro-habits, zijn juist de dingen die zorgen dat je er weer sneller uitstapt. Die zorgen dat als jij een griepvirus binnenkrijgt, dat je sneller ervan af bent. Dat is waarom je dit soort dingen doet. Als ik me belabberd voel, douche ik nog steeds koud af. En dat is het verschil. Dat is waar je grote stappen maakt. Dat is hoe je zorgt dat je, hè, weer sneller in die lekkere vibe komt. Ik blijf schrijven. Ook heb ik. Ik denk er niet over na. En dat is ook met sporten. Lies en ik vinden samen. Hè, we sporten allebei. Lies gaat vaak zwemmen 's ochtends. En ik ga dan van 's ochtends vroeg naar de sportschool. Het is gewoon kleren aan. Je stapt uit bed. Meteen je sportkleren aan. Meestal heb ik dan wat tijd van tevoren. Even opstarten en om 5:15 stap ik op de fiets, ga ik naar de sportschool. Ik baal er ook van als het regent, want dan kan ik niet op de fiets. Ik vind het heel lekker om daar naartoe te fietsen. Ik vind de auto toch wat meer, dat is wat meer prikkels. Ik hou van rustig opstarten van de dag. Daardoor is het voor mij ook gewoon heel duidelijk. En dan maakt het ook niet per se uit meer voor mij welke dag. Ik weet gewoon, ik zeg tegen Lisa, soms wil zij maandag en soms komt de dinsdag beter uit. Nou, dan schuiven we een beetje. En dat maakt niet uit, maar ik weet wel, ik ga het doen. De trigger is opstaan, ik weet de dag van tevoren, ik ga dan sporten, kleren aan en gewoon dingen. Hè. Want, belangrijk om te snappen is, je hebt maar zoveel wilskracht in een dag. En daarom is het, mensen kijken wel eens, ja, waarom sta je zo vroeg op? Dan heb ik alle wilskracht nog. En dat ik op mijn werk een keer geen wilskracht heb. Maar voor me, ja, dat gebeurt wel eens. Hè? Maar ja, vaak dan zit je toch, weet je wel, ja, dan ga je maar de dingen doen die je moet doen, omdat ja, nu ben ik er toch. Hè? Maar aan het begin van de dag heb je de meeste wilskracht. Als je dat soort dingen aan het einde van de dag, dan is het veel moeilijker om daar naartoe te gaan. Terwijl nu zorg ik dat ik eigenlijk geen denken over na heb. Ik weet gewoon, ik stap in die kleding, ik ga. En dat soort kleine dingen, weet je wel. Gezond eten, hetzelfde.
zorg dat je die impuls om te gaan snaaien onderbreekt. Dus wat bij mij heel erg helpt, als ik thuiswerken, 1. Niet te veel shit in huis halen. 2. Zorgen dat er een gezond alternatief is. En 3. Dat je gewoon zegt, oké, vaste momenten. Ik heb toevallig vandaag nog niet geen fruit op of zo. Maar vaste momenten dat je zegt, hey, ik pak dan alvast iets de gezonds te snacken. Mensen zullen mij soms raar aankijken, maar ik heb vaak wortels of wat dan ook bij me. En ik zeg ook altijd, op kantoor eet ik altijd heel gezond, want ik neem gewoon dat mee en dan leg ik het neer in het zicht. En omdat het in mijn zicht ligt, ja, dan ga ik dat zitten eten. Dat zijn de grote verschillen die je kan maken. Dus zo koppel je dat. Hè? Dus stel dat je een werkdag in werkt gewoon thuis en je wil gezond snacken, zet het dan in je zicht. Weet je, dat je eens denkt, oh, ik heb ergens zin in. Oh, er ligt een tomaatje of een appel of wat dan ook. Dat werkt. Dat werkt echt. Dus zorg dat je habits creëert die makkelijk zijn, die zichtbaar zijn, zodat je een trigger hebt om om ermee te beginnen. En het koppelen met dingen die je toch al doet, tanden poetsen, douchen, opstaan, naar bed gaan, dat zijn de makkelijkste zaken om sterke habits te bouwen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.